Kasim! Kasim! België! Hey Kasim, jongen. Zoals je ziet, net België binnengereden met mijn vaderland. Het voelt altijd goed om thuis te komen. Zeker nu met de resultaten van het Nederlands elftal. Slaat ook weer nergens op. Maar wij gaan naar het WK. Dus wij krijgen er gewoon, een paar miljoen Belgische supporters bij. Ja, over jouw vraag of ik... jouw vraag of ik goed verdiend heb in het voetballen. Nou, laat me vooropstellen dat geld niet gelukkig maakt. Maar het helpt wel veel in het leven. Dus ja, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ik heb bij VVV en Roda gevoetbald in de eredivisie. Dus tuurlijk heb je daar een zakcentje aan overgehouden. En op de vraag of ik bij HBSV betaald krijg... Het was eerder omgekeerd. Ik heb contributie betaald. En het hoeft niet altijd met betalen te gaan. Plezier hebben in het voetbal is ook heel belangrijk. Nu moet ik een vraag stellen aan jou. Ik heb even nagedacht. Komt-ie. Als jij eens een dagje zou mogen ruilen, met wie zou je dat willen doen? Ik snap dat je dat graag een keertje met mij zou willen doen. Maar ik zou niet met jou willen ruilen. Dus vandaar. Ik hoor het wel, Kasim.